Ja, katten die moeten dat ook hebben, hè. Huh? Ja, sinds september 2014 is dat verplicht zelfs. Wat? En sinds november 2017 zitten die allemaal samen in één gigantische databank. Wat zit er allemaal samen in één gigantische databank? Wel, chips. Chips? Ja, chips. Chips. Ja. Elke kat moet er eentje hebben. Die van ons heeft dat ook. Ja, dat is juist. Waar verdient dat eigenlijk? Wel, de dierenarts die heeft het nummer van die chips in de databank geregistreerd en ons adres is daaraan gekoppeld. En als wij dan plots gaan verhuizen of als wij de kat van iemand anders adopteren? Wel, dan ga je naar de Cat ID databank op catid.be en dan pas je die gegevens aan en zo weten zij meteen ook waar wij wonen. Oh, Big Brother is watching us. Wat heeft die kat ons al zien doen? Maar nee, maar zo werkt dat natuurlijk niet. Pipo. Nee, stel nu, Ronneke loopt weg, hè? Uh-huh. En ze loopt verloren. Nog arme. Ja. Wel, stel als Ronneke dan ergens wordt gevonden, dan gaan ze na of zij een chip heeft. En dan checken ze onze contactgegevens in de Cat ID databank. En daarna wordt ze dan hopelijk veilig terug weer bij ons thuis afgezet. Allee. Alleen maar voordeel naar chips dus. Ja,